Could be the last lap, you're right. But in the laatste ronde zou het moeten zijn dat Herlings als George hij rijdt niet per ronde. Als George het niet ziet, dat Dixier dit tempo vol blijven houden. Dat Herlings dit tempo blijven rijden. Dat George zegt dat hij op de laatste ronde van de kaart 9 gaat komen. Let's not forget there is a race going on behind the front end. Febra still running fifth. Glenn Colden on fourth. Anderson sixth. Banks Brad still seventh in front of Lieber, who's got by Mal Pocock and Fritz Bradstep rounded out that top ten. Hij zit erbij. Hij zit op de tweede plaats. Herlings.